Goedemorgen, welkom op een nieuwe dag van het ITUC-congres. Linda, is nu een sessie gaande in de plenaire zaal, maar er gebeurt meer vandaag. Precies, vandaag zijn er grote discussiebijeenkomsten waar allemaal vakbondsmensen samenkomen om te hebben over onderwerpen waar we wereldwijd mee bezig zijn. Dus over organizing, dus hoe organiseer je mensen, hoe krijgen we er meer actieve leden bij, over minimumloon en over de toekomst van werk. Waar kijk jij het meest naar uit? Ik denk dat ik naar de bijeenkomst ga over minimumloon. Dat is echt een van de grote onderwerpen op dit congres. Ook een groot onderwerp trouwens in Nederland. Uit informatie van de Wereldvakbondsorganisatie, dus de ITUC, blijkt dat 84% van de werknemers vindt dat dat minimumloon veel te laag is, dat je daar niet van kunt leven. Als je wil reageren op deze uitzending, gebruik dan hashtag ITUC18. Zo, die wordt al heel veel gebruikt. Die wordt al heel veel gebruikt. Leuk. We hebben veel mooie reacties gekregen op de eerste uitzending. Maar ook veel mensen zeiden van ja, hoe leuk jullie ook zijn. Meer mensen voor de camera is wel zo goed. Dus dat gaan we ook doen. We gaan op zoek. Ongelijke betaling, dat is eigenlijk economic violence werd het genoemd. En dat vind ik heel interessant om daar met andere vrouwen hierover te praten. Ja, heel goed. Qu'est-ce que c'est le plus important dans le congrès aujourd'hui? Bon, en tant que jeune leader de la Guinée, de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, je crois que la question d'employabilité est au centre de mes préoccupations. Et parce qu'actuellement, nous pensons que cette question doit être au centre de toutes les préoccupations des organisations syndicales. Et en tant que jeune leader, je crois que des réponses appropriées doivent être données à cette question d'employabilité. Et ça, c'est... Linde is er even niet, dus ik mag het vraag stellen. I mean, our country has 93% of the informal economy in our total labor workforce, and most of them are women. So our union, we are a women's union. And we are organizing the women workers in the informal economy since last 4 decades now. And we have organized around 2 million members in our union who are women workers in the informal economy. Very impressive. I like that from so many countries in different place, people are fighting for their rights, and they are sometimes they win and sometimes they lose also. But I think the power is still with them. So this is when we come here, then we get a power of strength, and we can take it back to our union and we fight again. Petterend introduceren. Kathleen, dit is je 78ste congres. So we used it as a day to campaign. To the president to say that we need a minimum wage. We need a living wage. You know, the last review was in 2012, so we want it now. That was in 2018 May, on Labor Day. And the president immediately made a directive to the Minister of Labor to convene a tripartite consultative labor council. And we sat. This is a win. Yes. Ja, het is een fantastische bijeenkomst. Heel veel mensen uit heel veel landen. Nou ja, hartstikke leuk altijd. Ook moeilijke discussies over de toekomst van de club. En over het toekomstige leiderschap. Hè. Wie wordt de nieuwe algemeen secretaris? De sfeer is niet alleen maar goed, zou ik maar zeggen. Want veel vechten, en dat zie je wel vaker als de club onder druk staat. Dan gaat men elkaar de tent uitvechten in plaats van met werkgevers of overheden. Maar ik hoop heel erg dat wij in ieder geval met onze constructieve benadering die wij meebrengen, een goed team hier, dat we een klein beetje bijdragen aan een goed resultaat. Heel goed. En het hoort er al een beetje bij, toch, die strijd? Ja, er is altijd wel iets. Hè? Er is altijd wel gezeurig zeik. Ook goede discussies. Ik had net een goede discussie over, wat moeten we nou met de solidariteit met de Palestijnen en de bezette gebieden. In de zaal heel veel mensen, inclusief de Israëlische vakbeweging. En echt vond ik een hele goede, serieuze, respectvolle discussie.